Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft in samenwerking met WWF Guyana's gisteren een webinar georganiseerd waarbij de klimaatkansen voor Suriname aan de orde kwamen. Minister Silvano Tjonahing, die als keynote speaker optrad, ging in op het Parijsakkoord dat is besproken tijdens de COP26 in Glasgow. De bewindsman geeft aan dat er tijdens de klimaatconferentie is afgesproken dat de rijke landen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen moeten inkomen met geld. Een bijdrage moeten leveren van 200 miljard US dollar per jaar. En dit geld zou moeten gaan naar mitigatie- en adaptatieprojecten. Suriname heeft al klimaatambitie 2020 reeds ingediend en gericht op interventies in 4 sectoren die ongeveer 70% van onze uitstoot adresseren. De energiesector, de transportsector, bosbouw, landbouw, voor een totaal van ongeveer 800 miljoen US dollar. De portfolio van projecten in de energiesector bedraagt ongeveer 435 miljoen US dollar. En het streven is daarbij om het aanbod van groene elektriciteitsvoorziening boven de 35% te houden, terwijl we zullen werken aan een wet voor hernieuwbare energie. De bewindsman geeft verder aan dat Suriname in tegenstelling tot andere landen zich concentreert op kwalitatieve doelstellingen in plaats van kwantitatief. Wij focussen op behoud van het bos en de verbetering van de kwaliteit van het beheer. Bij het behoud van het bos moet ontwikkeling derhalve gericht zijn op een slimme, duurzame aanwending van het bos. Onze inspanningen zullen een tegenweg moeten vormen op de carbonuitstoot die zal toenemen na de verdere ontwikkeling van de olie-industrie. En bij de volgende ronde zal ons ambitieniveau zich moeten schikken aan de verwachte effecten van deze olie-industrie. We zijn dus verplicht om een model van groene ontwikkeling te adopteren waarbij we de status van carbon negatief zullen moeten behouden. Suriname heeft geparticipeerd in COP26 met 3 belangrijke agendapunten die vooral voor ons van belang waren. 1. Erkenning voor het feit dat we ons bos hebben geconserveerd. 2. Climate justice is in de zin dat er ruimte moet zijn voor kleine opkomende olielanden om zich te kunnen ontwikkelen. En 3. Klimaatfinanciering, waarbij de doelstellingen niet bereikt zijn en de toegankelijkheid van middelen vergemakkelijkt dient te worden. De landen die de Glasgow Klimaatdeclaratie hebben ondertekend, hebben beloofd om ontbossing tegen te gaan en landdegradatie te voorkomen. Meer dan 21 miljard dollar is beschikbaar gesteld voor de restauratie van landdegradatiegebieden, als ook voor projecten die te maken hebben met de rechten van inheemsen.